En hij komt dan naar voren, de heer Jan Bos, ja. Directeur van Kempfel en dus de initiatiefnemer van Schone Lucht, een mensenrecht. Ik werk al 25 jaar bij een bedrijf wat doet in schone lucht. En 2 jaar geleden is het bedrijf gestart met een actie om de bewustwording bij de burgers in Europa te verhogen. Want het is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. En toen heb ik wat slides meegekregen van de organisatie. En dat waren allemaal buitenlandse slides over scholen en over milieuverontreiniging en over wat we in het buitenland allemaal doen. En toen dacht ik van ja, dat is een beetje raar om dat hier te laten zien. Dus toen ben ik gaan zoeken op internet van hoe doen wij dat nu zelf in Nederland? Toen ben ik eigenlijk verschrikkelijk geschrokken over de stand van zaken in Nederland. Toen waren er 2 dingen die mij daarbij opvielen. En het eerste was, er is een mogelijkheid dat we het allemaal niet weten en dat we daarom niks doen. En de andere is dat we het allemaal weten en er bewust niks aan doen. En naarmate ik eigenlijk verder kom in dit proces, heb ik toch de indruk dat het laatste is. Het rare is dat in onze roadshow die we georganiseerd hebben door Nederland heen, eigenlijk steeds officiële instanties het af laten weten, omdat ze bang zijn voor de consequenties. En dat was toch iets wat mij... Waar ik eigenlijk een beetje van geschrokken ben, want dat zou betekenen dat het of om economische redenen gaat. Knop. Enter. Die. Nou, een van die dingen die ik tegenkwam op dat... ik heb het allemaal niet zelf bedacht, dat is mooi. Ik heb het gewoon van iemand anders gepikt. En daar stond een van de opmerkingen die ik, Diederik Samson van de PvdA, dacht ik, al een keer geschreven heeft over in een stukje in het Utrechtse Nieuwsblad. Dat was dat hij van mening was dat het inderdaad allemaal gegoochel is met waardes. Want we hebben uitstel gekregen in Nederland om de norm te halen. We hebben naar 75 microgram hebben mogen verhogen. Dat loopt dus dit jaar af. En dat hebben we gekregen op dat NSL-programma. En in het NSL-programma waren een aantal maatregelen omschreven. En toen kregen we enorme weerstand vanuit de industrie en vanuit de bouwwereld. En toen hebben we dit uitstel dus gekregen. En toen we het uitstel hadden, hebben we eigenlijk al die maatregelen weer van de agenda gehaald. Dat is eigenlijk raar, want we hebben de uitstel gekregen op basis van de maatregelen die we zouden nemen. En toen hadden we de maatregelen, die hebben we niet genomen. Toen hebben we toch het uitstel gehandhaafd. Erg krom, denk ik. Ja, ik ben dan ook gewoon burger natuurlijk. Een ander ding wat mij opviel is dat, en professor Reinders die praatte steeds over PM10, maar zoals een aantal mensen hier denk ik wel weten, dat is dat het grootste aantal deeltjes is kleiner dan 1 micron. En daar gaat onze focus helemaal niet op. We praten steeds over PM10, dat zijn de grote deeltjes in de buitenlucht. En onderzoek heeft aangetoond dat het gaat juist, het gevaar zit hem in de hele kleine deeltjes en niet in de grote deeltjes. Dus eigenlijk is PM2,5 zelfs te groot. Eigenlijk zou je moeten praten over de PM1. En 0,1. En dat betekent dus dat, dat als je dat kaartje, wat u net niet zien, op PM2,5 zou laten zien, dan is eigenlijk heel Nederland blauw. En als het helemaal blauw is, is het niet goed. Dat betekent dus dat over die hele kleine stofdeel, dus waar het probleem in zit, dat we daar wel degelijk een probleem hebben. En waar we dus helemaal niets mee doen. Nou, die bouwprojecten die we dus, wat ik hier gezegd heb, die, als we dat dus niet halen, dan krijgen we ook nog allerlei boetes. En dan zullen we de hele tijd alweer uitstel moeten vragen om de normen weer een keer voor ons uit te schrijven. Zichtbare vervuiling. Hoe lang houden we onszelf voor de gek? Ik vond het wel een leuke foto eigenlijk. Ja, als dat onze toekomst is, niet best. Nou, het grote probleem zit er in mijn optiek in dat je vuile lucht niet kunt zien, omdat het zo klein is. En omdat je het niet kunt zien, denkt iedereen dat het goed is. En
een aantal voorbeelden. Als je bijvoorbeeld in de Schouwburg geweest bent of in een theater en dan kom je het gebouw in en dan denk je, wow, lekker fris gebouwtje, niks aan de hand. En dan kom je, dan ga je, krijg je de pauze en dan kom je naar de pauze terug en dan is plotseling het frisse kamertje helemaal niet meer aanwezig. Het heeft wel degelijk te maken met de lucht die in die ruimte zit. Maar we leggen het verband niet. Daar wringt hem de schoen. En gisteren, ik was er nooit in de Tweede Kamer geweest. Ja, een gebrek waarschijnlijk. Maar ik denk, nou, dan ben ik er toch, ga ik toch even kijken. En toen heb ik daarboven bij die publieke tribune gezeten. Maar ik kan u echt verzekeren dat, dat de luchtkwaliteit in die Tweede Kamer echt niet goed is. Het is echt benauwd, je krijgt er echt een beetje hoofdpijn van. En toen dacht ik bij mezelf dat ze hebben bij kinderen ontdekt dat als je de lucht schoner maakt, dat een kinderen 15% beter gaan presteren. En toen denk ik, nou, dat zou misschien toch een goed idee zijn voor die Tweede Kamer. Want die 15% hebben ze volgens mij zo op mijn hart nodig. Er is hoop. En er is hoop. En dat is net die 15% die ze nodig hebben om hier een besluit over te nemen. Nou, als je het gebouw binnenkomt, als het gebouw binnenkomt, dan staat er zo'n bordje en er staat op dat ze het energielabel gehaald hebben. Overigens vind ik dat heel knap, want de meeste overheidsgebouwen halen het energielabel niet. Maar dat is een ander thema. Maar de Tweede Kamer blijkbaar wel. En dat is een bordje van 2008, als ik het goed gezien heb. Maar er wordt met geen woord gerept over de luchtkwaliteit binnen het gebouw. Vreemd. Waarom is dat geen item? Waarom als je in het buitenland bent, zie je in een krant staan dat de luchtkwaliteit is vandaag zoveel. En in Nederland reppen we daar niet over. En we zouden het juist wel moeten doen. En toen zijn we met die truc door Nederland gaan rijden. Oh, deze, even vertellen over. Dit gaat over de voor leken uit te leggen hoe klein het deeltje eigenlijk is. En een menselijk haar, dat is ongeveer 70 micron tot 100 micron. En je ziet daar dat kleine deeltje, dat is dan die PM10 uitgedrukt. En op dat kleine deeltje zit nog dat 2,5 micrometer. Dus het zijn echt hele kleine deeltjes. En die zijn met het oog niet waarneembaar. En dat, nogmaals, daar zit het probleem in. Ja, en heer Reiners heeft dat al voor mijn voeten weggemaaid, dat verhaal van die longblaasjes. Maar die kleine deeltjes van kleiner dan 1 micron, het grote gevaar daarvan is, en dat is dus nu ook echt bewezen in onderzoek. Overigens, wat mij frappeerde, dat is een onderzoek uit 2004. Dus het is allemaal kennis die we al weten, waarbij dus aangetoond is dat die kleine deeltjes in de bloedspaan komen en ook gevonden worden in de hersens. Dus het hele lichaam wordt dan toch besmet in feite met fijnstof. En daarvoor die grote deeltjes die je daar ziet, en dat is eigenlijk weer die PM10-klasse, die blijven toch voor een groot gedeelte in de neus- en keelholte achter. Die 1 tot 5 micron, die blijven in de luchtwegen hangen. Maar die hele kleine deeltjes, die gaan gewoon het lichaam in. En daar zit dan ook het probleem. En daarom hebben we in Nederland een forse achterstand als het gaat over schone lucht. Nou, wat mij verder opviel, is dat er gesproken werd in het artikeltje van meneer Samson, dat de bouwwereld had gezegd van ja, maar als we dat gaan doen met die nieuwe richtlijnen, dan kost dat wel 7 miljard aan bouwwerken die ze stop moesten leggen. En dat was toch wel letterlijk stil, aan Nederland zou dan op slot zijn. En toch geven we in Europa 100 miljard per jaar uit aan vuile lucht. Ja goed, daar kunnen we een week Griekenland mee helpen, maar ik vind toch veel geld. De roadshow nog eventjes, ook nog even een foto ervan. We hebben, we zijn dus met die in die bus, daar zit alle apparatuur in, meetapparatuur om kleine deeltjes te kunnen meten. En hoe heet het? En we hebben in Leek gestaan in het noorden van Nederland. En we hebben in Ede gestaan. En we staan nu vandaag 2 dagen op het plein hier. En we meten 300 miljoen deeltjes. 300 miljoen.
En in Parijs 150 miljoen. Het is echt heel erg. In Zweden 10 miljoen. Het is zelfs, we hebben nog een meter gestaan in Amerika, in Jonesboro. Ook daarin komen we ongeveer op de 35 miljoen deeltjes uit. Het is echt in Nederland gewoon het geëikte apparatuur, constant hetzelfde beeld. Gisteren was het geloof ik 240 miljoen, hadden we toch nog 60 miljoen minder. En het is niet alleen in Den Haag slecht, maar het is ook in Ede slecht. De leraren die we op die school dat hebben laten zien en die studenten die we het op die school hebben laten zien, die waren er allemaal erg door geschrokken. Het leuke ervan is dat ze nu allemaal filmpjes gaan maken waarop ze laten zien van ja, het moet eigenlijk nu beter worden. Ik hoop dat dat een aanzet geeft van onderaf om die bewustwording in elkaar te steken. Het gaat ons om de bewustwording en we hebben ook echt samenwerking gezocht met NVLA. Om aan te tonen dat vuile lucht zo ernstig is. En een van de leuke dingen die ik van de mensen van NVLA gehoord heb, dat is als je je wilt inbeelden hoe slecht schone of vuile lucht is, of als je COPD hebt of iets dergelijks, dat je dan een rietje zou moeten ademen. Dat heb ik met mijn hele familie geprobeerd. En degene die het langs kon volhouden, die had het gewonnen. Nou, dat was minuten werk, dus dat is niet te doen om een rietje te ademen. Dat is echt onmogelijk. Dus als dat onze toekomst is, dan vind ik echt, dan maak ik me echt zorgen voor onszelf en voor onze kinderen, want dat gaat dan niet goed. Wat willen we? We zouden graag de bewustwording, ik heb het helemaal als eerste woordje gezet. Bewustwording is echt het belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd als de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en in de Magriet het allemaal komt te staan. En allemaal gewoon bij de gewone burger er zich van bewust is dat het niet goed is. Dan hoeft bijvoorbeeld een gemeente geen 50.000 euro uit te trekken om te onderzoeken of het nu wel of niet goed is om een school aan een autoweg te bouwen. Dan denk ik, als we nou toch moeten bezuinigen, bestaan die 50.000 euro, want we weten het al lang. Maar dat soort acties zijn dan niet meer mogelijk. Ik vind echt dat de normen aangescherpt moeten worden en dat die gehandhaafd moeten worden. Want we hebben wel veel milieunormen, maar niemand let erop. Ik heb zelf meegemaakt in mijn eigen gemeente dat een bedrijf die vuile lucht uitstoot al 10 jaar bezig is om eromheen te draaien. Hoe is het nou mogelijk dat je als vervuilend bedrijf 10 jaar lang om de hete brei heen kunt draaien? En steeds maar uitstel gevraagd vraagt en dan weer krijgt en dan weer niet krijgt. En dan blijkt het te liggen aan dit is geen strafrecht, maar het is bestuursrecht. En als het in het bestuursrecht zit, dan duurt alles heel erg lang. Vreemd vind ik dat. Ik denk altijd, als je nou een vervuilend bedrijf hebt en je zegt tegen het bedrijf, je moet ophouden met vervuilen. En je krijgt van mij 2 weken de tijd om het op te lossen. En als je het niet oplost, dan sluit het bedrijf. Volgens mij heb je het dan zo opgelost. Maar dat is te kort het bocht, begrijp ik. Dat gedogen, dat heeft er ook mee te maken. Ik denk dat je echt op moet houden met het vervuilen gedogen. Je moet op een gegeven moment zeggen, nu is het echt afgelopen. En het stimuleren en belonen van verantwoord gedrag. En er zijn ook echt bedrijven die zich echt zorgen maken over een schoon milieu. En die bedrijven, die moet je daarin ook belonen als ze dat gedaan hebben. En niet belasten. En technologisch gezien, en dat frappeert mij er ook zo aan, we kunnen het gewoon. We kunnen een heleboel dingen gewoon oplossen. Maar we willen het niet. Ander voorbeeldje, wat me ook zo verbaast. Ik zit dan in een groep met allerlei buitenlanders. Is dat ik me af en toe schaam dat ik in Nederland woon. Omdat wij een aantal wetten gewoon niet hebben die in het buitenland zeggen. Die in het buitenland heel gewoon zijn. Voorbeeld is, in Zweden mag je lucht niet recirculeren. Dat mag in Nederland gerust. In Zweden hebben ze ook zo'n filmpje gemaakt. En dan halen ze, is iemand aan het douchen en dan halen ze de afvoerwater, pompen ze naar boven weer die douche in. En dan begint die man in het Zweeds te mopperen dat hij het water te slecht vindt. Maar met lucht doen we dat wel. Met lucht mogen wij gewoon vuile lucht weer terugvoeren. En als het over warmte terugwinning gaat, dan zou ik zeggen, zet er een warmte terugwininstallatie tussen en voer je lucht niet terug. Want lucht terugvoeren is gewoon vervuilend. Dat is niet slim. Dat zijn er een heleboel van die kleine dingetjes, het leveren van een duurzaam product.
dat zit in hetzelfde kader. Ook dat heb je in het buitenland, heb je daar gewoon wetgeving omheen. En bij ons mag je gewoon alles maar doen. Dat is toch raar als we in een omgeving leven waar, blijkbaar helemaal niet meer, waar dat helemaal niet meer kan. I rest my case.